voorstellen? Nou, mijn naam is Sofia Gutierrez-Magias. Ik ben 16 jaar en ik zit op CZ Torop. Ik begeleid leerlingen die talentvol zijn, ambitie hebben om een volgende stap te maken. Dus ook soms leerlingen richting conservatorium. En dan, ik noem het ook maar een soort theorie in praktijk. Het is niet alleen maar de droge kennis, maar je hebt net ook al een beetje... ik probeer dan een beetje te kijken hoe kan ik haar helpen. En dat is een beetje zoeken. Ja. Want de ene die vindt theorie heel makkelijk en de andere die heeft zoiets van, oh, ingewikkeld. Maar eigenlijk is het gewoon, je krijgt steeds meer grip op zaken. Dat is, ja. Ik vind het zelf ook altijd nog steeds heel lastig. Als ik erover praat, denk ik, oh, theorie. Maar het geeft je gewoon een handvaten, zou ik zeggen. Dus, ja, maar jij bent van oorsprong, jij bent saxofonist, toch? Ik ben van huis uit, ben ik saxofonist. Ja, want daar ken ik jouw naam en gezicht van. Maar, ik ben ook saxofoondocent hier aan de muziekschool. Okay. Ik doe nu vanuit, ik word wat ouder, zou ik zeggen. Dus dan ga je ook dat soort dingen als taak krijgen. En dat vind ik heel leuk om te doen. Dus, ja, en Sofia, dan ga ik toch nog even terug naar jou. Want heb ik het nou goed begrepen dat jij kan geen noot lezen, of wel? Nee, ik kan geen popmuziek. Nou, dat kan ik ook niet, dus dan voel ik me gelijk helemaal vol. Nee, maar ik ben wel heel benieuwd. Want, je zei, je speelt sinds je vierde. Ja, sinds je vierde. Ik heb een piano gekregen in huis. En het was, mijn moeder die wou eerst eigenlijk op piano spelen. Maar toen stond hij daar dus natuurlijk uit nieuwsgierigheid, ga je ook op spelen. En het begon gewoon met de Rood Bosje en zo, gewoon de makkelijke nummers. Dat heb ik eigenlijk best wel een tijdje laten vallen, een paar jaar, want ik had gewoon andere dingen. En toen nog op mijn 11e, 12e begon ik het weer op te pakken. Dus toen begon ik nummers van films te spelen en gewoon muziek dat ik mooi vond. Maar ik kon geen bladmuziek, dus het was echt uit gehoor of van YouTube als die echt lastig was. En dan de laatste 2 jaar speel ik wel serieuzer, zeg maar, en doe het ook serieuzer. Wat fantastisch hoor, dat is mooi. Ja. Nou, speel nog maar een stukje dan, ik ga nog even mee genieten. Dankjewel. Ja, ik wil helemaal nog een stukje van je spelen. Ik wil iets, het moet niet lang te zijn, maar doe iets. Dat je meer bewuste keuzes maakt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus dat doe dan weet je dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan voel je dat ritme. En misschien denk je nu nog van, helemaal ja, dat denk ik te horen. Dus ik wil alleen maar toetsen of jij zegt van, ja, dat klopt. Dat zie ik nu ook iets anders weer.